Ik doe al jaren onderzoek naar de geschiedenis van mijn voorouders. Ik heb veel onderzoek gedaan via internet en in verschillende archieven. Nu wil ik de boeken wel eens uit en ga daarom de plaatsen bezoeken waar ik de laatste jaren zoveel over gelezen heb. De plaatsen waar mijn voorouders woonden en werkten. Ik ga kriskras door Nederland op zoek naar mijn eigen geschiedenis. Dit is... Vandaag ga ik heel ver terug in de tijd. Een deel van mijn recentere voorgeslacht aan vaders kant komt uit het oosten van Overijssel. Enkele eeuwen daarvoor woonden ze weliswaar in dezelfde provincie, maar dan stukken westelijker. Ik ben in Wanneperveen. Vroeger lag het vlakbij de Zuiderzee, hè, toen het nog bestond. En mijn voorouders woonden hier tot en met het midden van de 19e eeuw ongeveer. Toen zijn ze wat verder naar het oosten opgeschoven, naar het oosten van Overijssel. Want ze bleven wel in Overijssel. Mijn familie heeft voor die tijd hier best wel een grote geschiedenis. En niet alleen in dit dorp, maar ook in andere dorpen. Daar gaan we straks nog naartoe. Maar we gaan eerst hier even rondkijken. Want het is een heel mooi schilderachtig lintdorp, zoals dat heet. Wanneperveen ligt op enkele kilometers van Giethoorn. De toeristentrekpleister van dit gebied eigenlijk. Deze omgeving doet daar toch wel een beetje aan denken al. Een typisch lintdorp dus, dat Wanneperveen. Lintbebouwing is ontstaan omdat dorpen werden gebouwd langs bijvoorbeeld een kanaal, zoals in Wanneperveen ook het geval was. Het lag in een hoogveengebied dat is ontgonnen vanuit het Meppelerdiep. De gestoken turf werd via dat kanaal naar de grote steden vervoerd. Hier werd geld mee verdiend, waardoor de mensen in het dorp het vanaf de 17e eeuw vrij goed hadden. Ook mijn voorouders waren verveners. Op de uitkijktoren in Wanneperveen is goed de drassigheid van dit hoogveengebied te zien. Overal is water. En waar geen water is, is het drassig gras. En men zag dit vroeger dus als de uitgelezen plek om turf te winnen. En hier was dus ook heel veel turf. Vlakbij Wanneperveen ligt Belt Schutsloot. Ook daar woonden mijn voorouders en ook aan die plaats breng ik dus een bezoekje. Zo, Belt Schutsloot. Vroeger heet het Schutsloot. En nou, ik zei net dat Wanneperveen mij al deed denken aan Giethoorn. Maar dit doet nog meer denken aan Giethoorn. Deze dorpen hier leven natuurlijk nu van het toerisme. Er komt al heel veel mensen op de fiets tegen. Het zal normaal gesproken drukker zijn. Het is nu natuurlijk coronatijd, dus heel veel mensen uit Azië, hè, waar het gebied zo bekend om staat dat ze hier altijd naartoe gaan, die zijn er nu niet. Belt Schutsloot bestond vroeger uit twee dorpjes, Belt en Schutsloot. Er ligt zoveel water in dit dorp dat het tot 1959 alleen per boot bereikbaar was. Toch zie je ook tegenwoordig nog meer bootjes dan auto's in het dorp. Hoewel ik er nu zo naartoe reed, lijkt het me een aanrader om dit dorp ook eens per motorboot aan te doen. Of natuurlijk in een gondel, want ook dat is mogelijk. Zo, we zagen net twee hele natte dorpen eigenlijk, hè? Alleen maar omringd door water. Maar nu ga ik naar een dorp, nou dat is toch het meest natte dorp van deze aflevering en waarschijnlijk ook wel van deze hele serie. Voordat mijn voorouders Wanneperveen en Schutsloot bewoonden, bewoonden ze Beulaken. Heeft u daar ooit van gehoord? Ik probeer er in de buurt te komen. Ik ben totaal off-road inmiddels. Ik loop vlakbij de Beulakerweide. Dat is een meertje, dus ook nog steeds in de kop van Overijssel. Met dat meer is iets heel bijzonders aan de hand. U heeft het waarschijnlijk wel in de gaten. De Beulakerweide was vroeger land. Het land van het verdronken dorp Beulaken. Ook hier deed men aan turfwinning, maar ze hadden in het begin niet in de gaten dat het land hierdoor wel heel erg onder de zeespiegel kwam te liggen. Het land werd natter en natter. En toen in 1775 de dijk doorbrak, was er geen houden meer aan. De helft van het dorp liep onder water en een deel van de bevolking vertrok. De echte diehards bleven. Toen de dijk een jaar later weer doorbrak, verschansten de nog overgebleven bewoners zich in de kerk.
Daar hebben ze bange uren doorgemaakt. En toen ze beseften dat eigenlijk het hele dorp door het water was verzwolgen, vertrokken zij ook. Ik ben aan de overkant. Het wordt natter en natter. Het water komt dichterbij. Ik voel het. Dit zijn ook echt van die typische veengronden. Want als je hier een beetje op stampt, dan zie je de grond onder je heen en weer gaan. Het water is gekomen en dit water was dus vroeger land. Het land van het dorp Beulaken. Ja, ik sluit deze aflevering niet af in een auto, want dat kan niet. Ik kan niet meer met de auto komen. Want ik sta wel in een dorpskern, maar een dorpskern die al 300 jaar onder water staat. Als ik nu nog meer onderzoek naar mijn voorouders zou willen doen, dan moet ik hier het water induiken en moet ik op zoek naar restanten van Beulaken. Laten we dat maar niet doen. Ik ga tot hier. Ik vond het een hele mooie aflevering als eerbetoon aan de watervluchtelingen, eigenlijk veenafgravers, de familie Slot. Waarschijnlijk volgende week wat droger weer. Tot volgende week.